Goedendag allemaal. Vandaag een nieuw college over maag- en darmgeneesmiddelen. Mijn naam is Erik Donker. Ik ben een van de artsdocenten bij de sectie farmacotherapie. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Aan het eind van dit college hoop ik dat jullie meer inzicht en begrip hebben van de farmacotherapie bij maagklachten. En dit onderwijzen we aan de hand van het Step Care model van de NHG. En daarnaast meer inzicht en begrip van de farmacotherapie bij klachten van de darmmotiliteit en bij klachten van misselijkheid. En dit is ook de volgorde waarin dit college zal plaatsvinden. Dus allereerst de maagklachten. Nou, waarom hebben we het eigenlijk over dit onderwerp en ook eigenlijk nog over de vorige, dus over de obstipatie en misselijkheid en diarree? Er is in Nederland onderzoek gedaan naar hoe vaak het voorkomt dat patiënten op de spoedeisende hulp komen door voorschrijffouten. En dan met name door preventable, dus vermijdbare of voorkombare voorschrijffouten. En uit het onderzoek komt dat het met name de voornaamste reden waarom patiënten op de spoedeisende hulp komt, is omdat zij klachten hebben van hun tractus digestivus, zoals je hier ziet staan. En dat kunnen bloedingen zijn, maar ook dus de diarree en de obstipatie. Dus het komt vaak voor. En de geneesmiddelen die hiermee geassocieerd zijn, die dit mogelijk veroorzaken, zijn ook de geneesmiddelen die we vaak voorschrijven. Over het algemeen misschien wel erg onschuldig achten. Dus dan moet je denken aan de plaatjes, aggregatieremmers, de NSAID's, opiaten, maar ook bijvoorbeeld de laxantia. Dus dit toont allemaal weer aan waarom ook dit onderwerp van belang is om er iets van te weten. Nou, waar hebben we het dan over? Je hebt maagklachten. Nou, dat kunnen echt klachten van de maag zelf zijn, zoals hier weer gegeven. En dat kunnen functionele klachten zijn, zonder dat je echt weet wat er nou aan de hand is. Maar er kan ook bijvoorbeeld een ulcus zitten, dus een zweer. Wat er dan ook nog bestaat, zijn klachten van de slokdarm en van die oprispingen van wat we ook wel reflux noemen. En reflux houdt in dat er zuur vanuit de maag in de slokdarm terechtkomt. En de slokdarm is niet gemaakt voor zo'n zure omgeving. Dus dat gaat irriteren en dat geeft pijnklachten. Dat kan bewerkstelligd worden doordat die onderste slokdarmsfincter, dus die overgang van slokdarm naar maag, dat die bijvoorbeeld wat te ontspannen is. En dat die dus niet voorkomt dat er maaginhoud richting de slokdarm gaat. Daarnaast, als we naar de anatomie kijken, speelt de pilaris ook nog een rol. Maar dat heeft met name met de misselijkheid te maken. De pilaris is namelijk de overgang van maag naar duodenum. En daar komen we aan het eind van dit college op terug. Nou, hoe ontstaan deze maagklachten en die refluxklachten dan? Roken speelt een grote rol daarin. We weten namelijk dat nicotine die onderste slokdarmsfincter relaxeert. Nou, door die relaxatie heb je dus een grotere kans dat de maaginhoud richting de slokdarm gaat en dus die refluxklachten veroorzaakt. Daarnaast weten, dat hebben jullie zelf misschien ook wel eens door, dat bepaalde voedingsstoffen maagklachten kunnen geven. Dus zure voeding, maar ook pikante, scherpe. En alcohol heb je misschien wellicht ook zelf wel eens meegemaakt. Daar kan je ook goed maagpijn of maagklachten van krijgen. De maagklachten die veroorzaakt worden door die ulci. De meest voorkomende oorzaken daarvan zijn de Helicobacter pylori bacterie en geneesmiddelen. En dan met name de NSAID's. En dat komt omdat die NSAID's, die, zoals we weten, remmen die de prostaglandinesynthese. En sommige prostaglandines die zijn nodig voor een goede maagslijmvlies, die juist de beschermende laag is voor dat zuur, waardoor de maag dat zuur kan hebben. Dus als je dan NSAID's geeft, dan krijg je dus een minder goede bescherming van de maag. En dat kan natuurlijk leiden tot ulcus. Daar komen we zo meteen ook nog even op terug. Wat is zo'n ulcus dan precies? Nou, hier hebben we een kleine afbeelding van een ulcus op de onderlip, hè? Dus een afte. En wat houdt het in? Eigenlijk gebeurt er iets waardoor die mucuslaag, die slijmlaag,
boven het epithel van de maag, dat daar beschadiging in optreedt. Dat kan dus door de Helicobacter pylori komen, maar ook door de NSAID's. Waardoor het zuur wat in de maag zit, die onderste laag kan gaan beschadigen. En niet alleen zuur doet dat, maar ook bepaalde pepsines. Dus bepaalde eiwitten zijn dat, of enzymen zijn dat. En dat leidt tot ontsteking. En omdat dat zuur daar natuurlijk ook continu aanwezig is in die pepsines, heeft dat weinig neiging tot genezing. Dus vaak moeten we daar iets aan doen. En als je dus ook niks aan doet, zijn het langdurige klachten. Nou, hoe doet zo'n bacterie dat dan? Dat zien we hier schematisch weergegeven in 4 afbeeldingen. Hier zie je deels nog even hoe het normaal zit. Hè. Dus je zegt de maaginhoud, wat heel ontzettend zuur is. Daar zit die beschermlaag overheen. En daaronder heb je dat epithel van de maag. Nou, die bacterie kan daar binnenkomen. En dan ontstaan er bepaalde processen. Waardoor ze zich gaan vermeerderen. En waardoor ze die mucuslaag, dat slijmvlieslaag, afbreken en kapot maken. En als die slijmlaag, die beschermende laag, kapot is, nou, dan kan het zuur en die pepsine kunnen dan naar de onderste epithelcellen. En die zijn niet goed bestendig tegen dat zuur. En die maken het weer kapot en dan krijg je ontsteking. En eventueel zelfs celdood. En dat is dus een ulcus. Nou, de Helicobacter pylori komt wel in heel de wereld voor. Maar het verschilt wel hoe vaak het voorkomt. En hoe groot de kans is dat je een ulcus hebt. En dat heeft ook invloed op je beleid. Dus we weten met name ten zuiden van Europa en ook Noord-Afrika, dat zie je in deze afbeelding wat minder goed weergeven, maar ook daar zie je dat het ontzettend veel voorkomt. Dus die mensen die daar vandaan komen, hebben gewoon een grotere kans op een infectie van een Helicobacter pylori. En je ziet hier ook zelfs dat in Rusland ook de incidentie ontzettend hoog is. In Nederland zelf is dat wat lager. Maar alsnog zit je dan nog onder de 40%, dus alsnog best wel veel. Nou, hoe moeten we dat dan gaan behandelen als patiënten komen met refluxklachten of maagklachten? Nou, de NRG heeft daar een heel mooi stroomschema van. Patiënten die over het algemeen komen met maagklachten, is veruit de meeste is dat gewoon voor de eerste keer dat ze maagklachten hebben. Of dat de werkdiagnose heet dan dyspepsie. En het gebeurt veel minder vaak dat het echt door een ulcus komt of nou, zelfs door een hernia diafragmatica bijvoorbeeld. Of dat het de maag iets door de diafragma naar boven komt, waardoor de makkelijk maaginhoud weer in de slokdarm kan komen. Want ook het diafragma zorgt ervoor, net als die onderste slokdarmsfincter, dat de maaginhoud minder makkelijk in de oesophagus of in de slokdarm terecht kan komen. Nou, als er iemand met maagklachten bij komt, dan wil ik het allereerst weten. Speelt er iets gevaarlijks op dit moment? Iets waar we nu iets aan moeten doen? Oftewel zijn de alarmsymptomen. Je kan je voor jezelf natuurlijk ook al een paar alarmsymptomen bedenken. Bijvoorbeeld hematemesis. Oftewel braakt de patiënt bloed op. Of komt er zwarte ontlasting. Wat een teken is van bloedbijmenging. Nou, dat is natuurlijk een alarmsymptoom. Dan gaat er iets niet goed. Hetzelfde geldt als iemand aanhoudend braakt. Dat is natuurlijk ook dan is er ook iets aan de hand. Ongewild gewichtsverlies is een belangrijke. Dat kun je natuurlijk op meerdere dingen duiden. Eén, dan kan het zijn dat de patiënt al langdurig ziek is en veel aan het braken is en daardoor geen voeding meer binnenkrijgt. Maar het kan natuurlijk ook betekenen dat er iets speelt in die maag, dat er misschien een proces gaande is. Bijvoorbeeld een maligniteit. Maligniteit kost veel energie en daar vallen mensen van af. Dus dat is ook een alarmsymptoom. Hetzelfde geldt voor als er ook een anemie aanwezig is, dus een bloedarmoede. Als patiënten steeds een beetje bloed verliezen door bijvoorbeeld een maagcarcinoom of iets dergelijks, dan hoeft dat niet per se te uiten in dat bloedbraken of in bloed bij de ontlasting, zeker als het kleine beetjes zijn. Maar als het lang genoeg duurt, kan je daar wel een bloedarmoede van krijgen. Je wilt weten of iemand geen maagbandje in de voorgeschiedenis heeft gekregen om af te vallen. Want dat kan natuurlijk ook een complicatie zijn van het maagbandje. En tot slot wil je uitsluiten dat er geen perforatie is. Van een ulcus in de maag bijvoorbeeld.
perforatie wil zeggen dat er gewoon een gat zit in je maag. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. Als een maaginhoud in de buik loopt, nou, daar word je goed ziek van. Dan krijg je peritoneale prikkeling van. Patiënten krijgen ernstig pijn, krijgen koorts. Die zijn goed ziek. Als je dit soort alarmsymptomen ziet, is het gewoon doorverwijzen. Zeker als ze circulatoire instabiel zijn, dus echt als die bloeddruk niet goed onder controle is te krijgen. Direct doorsturen, ook als er een verdenking is van perforatie. Eigenlijk bij die anderen wil je ook wel dat er een snel iemand naar kijkt, dus een MDL-arts. Bij bloedbraken bijvoorbeeld, of als het plots erge pijn heeft, bij iemand met een maagbandje, wil je gewoon dat er snel iemand naar gaat kijken. Nou, vaak is dat natuurlijk niet het geval. Hè. Die alarmsymptomen komen zeker niet altijd voor. Het volgende waar je dan naar moet gaan kijken, zijn er misschien uitlokkende factoren voor deze maagklachten. En zoals we net al zeiden, weten we gewoon dat NSAID's, die je gewoon bij de drogisterij of zelfs bij de supermarkt kan kopen, kunnen de oorzaak hiervan zijn. Dus wat je wil weten is, gebruikt de patiënt NSAID's? Dan wil je natuurlijk gaan kijken, heeft die patiënt wel echt NSAID's nodig? Of kunnen we het misschien wel switchen naar een paracetamol? Van paracetamol weten we dat paracetamol veel minder klachten of veel minder bijwerkingen geeft, met name van de maag, dat zie je eigenlijk bijna niet zo snel. En als de patiënt het wel echt nodig heeft, dus het is een terechte indicatie dat die patiënt een NSAID slikt, dan moeten we misschien een maagbeschermer gaan geven. En welke maagbeschermer we dan gaan geven, daar komen we zo meteen op terug, wat later in dit college. Je zal vaak zien dat de patiënt helemaal geen medicatie gebruikt die het uitlokkende factor kan zijn. En dan, zeker als het dus voor het eerst is, dan spreken we over de eerste episode. En is het de eerste episode, dan hebben we daar ook weer een stappenplan voor qua behandeling. We hebben natuurlijk altijd een niet-medicamenteus beleid en een medicamenteus beleid. En in dit geval gaan we dan volgens het stepped care model werken, waar we het alle begin van het college even over vertelden. En het stepped care model bestaat uit een antacidum, uit een histamine receptor antagonist of uit een protonpomp inhibitor, protonpompremmer. Nou, welke niet-medicatieuze adviezen kunnen we dan geven? Heel logisch, hè? We weten dat roken die onderste slokdarmsfincter kan relaxeren, dus je wilt dat patiënten gaan stoppen met roken. We weten dat alcohol klachten kan geven van de maag, dus adviseer om alcohol te vermijden. Evenals die voedingsmiddelen waarvan de patiënt weet, als ik dat neem krijg ik last. Dus die zure dranken, koffie, pittig eten. Dan mag de patiënt proberen te vermijden. Daarnaast kan je je voorstellen dat als er een hele hoge druk is in de buik, dat ervoor zorgt dat die maaginhoud wat naar boven wordt gestuwd. En dat je dan ook weer last kan krijgen van zuurbranden. En die abdominale druk kan bij verschillende mensen verhoogd zijn. Mensen die een flinke buik hebben. Eén door zwangerschap, maar ook door vet. Die zwangerschap, daar kan je niet zoveel aan doen. Maar als het vet is, dan kan je natuurlijk gewoon gaan afvallen. Obstipatie kan dat geven. Dus dan moeten we misschien iets aan de obstipatie gaan doen. Nou, daar komen we later in dit college op terug, wat we daaraan kunnen doen. En hoesten kan natuurlijk ook veroorzaken. En daar kan je natuurlijk ook niet zo heel veel aan doen. Maar je kan dan wel aan de patiënt uitleggen dat het in principe tijdelijk is. Nou, daarnaast speelt natuurlijk de zwaartekracht een belangrijke rol. Als je gewoon staat, dan is het ook veel moeilijker voor het zuur om naar boven te gaan dan als je ligt of gaat bukken. Dus je ziet vaak dat mensen 's nachts klachten hebben als ze plat op hun bed liggen. En wat dan een advies kan zijn, is om het hoofdeind wat omhoog te doen of onder twee kussens te gaan slapen. En dan zie je dat het vaak minder wordt. En wat je natuurlijk over het algemeen ziet aan dit lijstje niet-medicateus advies, is dat dat met name invloed heeft op de refluxklachten en niet zozeer op echt de maagklachten zelf. Voor maagklachten, daar kunnen we natuurlijk ook gewoon medicijnen voor gaan voorschrijven. En voor die refluxklachten overigens ook, maar soms kom je al uit met deze niet-medicateuze adviezen. Nou, ik heb het al vaak genoeg gezegd, we doen het via het stepped care model. Antacida, H2 receptor antagonisten, protonpompremmers. En indien er een Helicobacter pylori is, nou goed, daar komen we zo meteen op terug, dan kan je nog antibiotica gaan geven. En over de prostaglandine-analogen zou ik ook heel iets kort vertellen, maar die zitten niet meer in de huidige richtlijnen. Als we willen begrijpen hoe die medicatie werkt, dan moeten we eerst weten hoe de normale fysiologie eruit ziet. Dus
Hoe komt zuur in de maag en hoe ziet dat eruit? Nou, hier een schematische afbeelding daarvan. Dit is de binnenkant van de maag. Dus hier komt je eten in terecht. En daar is het ontzettend zuur, hè, met de pH van 2. Dan hebben we een slijmlaagje met een normale pH. En dat beschermt de epiteelcellen en de parietaalcellen. Dus dat zijn de cellen van de maag. En die parietaalcellen die spelen een hele belangrijke rol in de vorming van het zuur. Dat zie je hier door dat ene pompje, die H+K+ATPase-pomp, een protonpomp. H plus zijn protonen. Die zorgt ervoor dat kalium in die cel gaat en H plusjes eruit. Het zuur gaat daardoor uit de cel en komt uiteindelijk in de maag terecht. En je ziet dat deze activatie onderhevig is aan behoorlijk wat stappen. En ook aan een behoorlijk wat receptoren die zorgen voor stimulatie dan wel inhibitie van die protonpomp. En daar werken onder andere de medicatie op. En dat zien we hier weergegeven. Het zijn er heel veel soorten. Maar welke wij zullen gaan behandelen zijn die antacida. Die iets doen op het zuur, wat al gevormd is. De H2-receptorblokkers. Die dus ervoor zorgen dat er uiteindelijk minder zuur wordt aangemaakt door het remmen van deze cascade. En de PPI's. Die iets doen met die pomp. En de overige zullen we niet gaan behandelen in dit college. Nou, als we beginnen met antacida, die zie je dus hier rechts onderin. Die binden aan het zuur en zorgen er dus voor dat dat zuur wordt geneutraliseerd. Dus die antacida neem je in, oraal, via mond, als suspensie of als tablet. Dat lost op dan in de maag en die gaat dat zuur aanpakken en neutraliseren. Dus dat werkt direct in de maag. En dat werkt dus ook snel, want je neemt het in en bindt natuurlijk gelijk aan het zuur. En zorgt ervoor dat dat wordt omgezet tot water. Alleen je moet natuurlijk oppassen dat als je dan daarmee gaat stoppen, dat dan het zuur weer snel terugkeert en dus iets van een rebound effect krijgt. Dit zijn zouten, je ziet magnesiumhydroxide staan en hier onderin zie je ook nog aluminiumhydroxide staan. En zouten, daarvan weten we dat ze interacties hebben met bepaalde geneesmiddelen. Namelijk de tetracyclines en bijvoorbeeld de fluoroquinolonen. Als deze geneesmiddelen samen zouden worden gegeven, dan ontstaan er complexen. Ze gaan elkaar binden dus. Waardoor de complexen niet meer goed opgenomen worden. Oftewel je tetracycline of je fluoroquinolonen worden niet meer goed opgenomen. En dat zorgt natuurlijk voor dat je een te lage spiegel van je antibiotica gaat krijgen. Dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn, zeker als er een infectie ergens in het lichaam speelt. Hoe kan je dat oplossen? Nou, één heel simpel, door gewoon niet samen met elkaar te geven. Of eventueel een ander zuurremmer te geven. Nou, daarnaast heeft het ook nog interactie met bepaalde geneesmiddelen die juist een zure omgeving nodig hebben om opgenomen te worden. Want ja, dit maakt de maag minder zuur, dus ja, dat is natuurlijk ook een interactie. En een bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ijzersuppletie, dus de ferrofumaraat. Ferrofumaraat heeft een zure omgeving nodig om opgenomen te worden. Nou, deze middelen hebben wel wat bijwerkingen. En met name kunnen sommige juist obstipatie geven. En sommige werken juist laxerend. En omdat we dat weten, proberen we vaak een combinatie van die twee middelen te geven. Want als je ze dan samen geeft, dan hoop je dat de bijwerkingen elkaar tegengaan. Dus dat je uiteindelijk geen obstipatie en geen laxatie krijgt. De bekende voorbeelden van antacida is bijvoorbeeld een rennie. En in de rennie zit calciumcarbonaat met magnesiumcarbonaat. En ook daarin zie je dat de een juist een beetje obstiperend werkt en de ander juist weer wat laxerend. Dus dat is ook een mooie combinatie. Nou, als die dus niet werken, die antacida, dat is in ieder geval de groep waarmee je in principe begint. Nou, dan gaan we over naar de H2-receptorantagonisten. En die zie je hier zitten, die receptor. En als je die gaat blokkeren, dan kan histamine dus niet meer ervoor zorgen dat die
zuurpomp aangaat, die protopomp aangaat. Dus daar rem je mee de zuurproductie. Daar zien we nog eens. En het voordeel van die H2-receptorantagonisten is dat ze een stuk langer werken dan de antacida, zo'n zeker 12 uur. En daarom wordt het vaak gegeven als mensen nachtelijke klachten hebben. Of ze komen ze beter uit als mensen nachtelijke klachten hebben. Want dan kunnen ze het voor het slapen innemen, eenmalig, en dan dekt het gewoon de hele nacht. Bekende voorbeelden zijn de ranitidine en de cimetidine. Over het algemeen wordt ranitidine wat vaker voorgeschreven, omdat de cimetidine nog wat interacties had met andere geneesmiddelen door het cytochroom P450. Alleen ranitidine is 2 jaar terug nog in het nieuws gekomen over dat er kankerverwekkende stoffen in zouden zitten. Maar gelukkig is dat nu niet meer zo, want het was gewoon bij een eenmalige levering. Maar je zag wel dat het invloed heeft gehad op het voorschrijven van ranitidine. Maar nu zou je in principe ranitidine weer veilig kunnen voorschrijven. Nou, werken die H2-receptorblokkers niet, die histamine-receptorblokkers niet, dan kunnen we de protonpomp-inhibitors geven, oftewel de PPI's. En die werken dus echt op die pomp, die ervoor zorgt dat er zuur in de maag komt. Ik vind dit beeld ietsjes verwarrend, dit plaatje, want het lijkt nu net alsof je de PPI oraal inneemt en dat het vanuit daar zijn werking heeft op die pomp. Maar dat klopt niet. De PPI moet eerst opgenomen worden en dan vanuit de bloedbaan werkt het op de pomp. Dus de PPI zou je ook IV kunnen geven. En datzelfde geldt voor die H2-receptorblokkers, wat ik net niet heb verteld. Die antacida, die moet je dus wel echt oraal innemen, want anders werkt het natuurlijk niet, want dat moet aan het zuur gaan binden. Maar de PPI's en de H2-receptorblokkers kan je ook intraveneus geven. Nou, van die PPI's zijn bekende voorbeelden, de omeprazol, pantoprazol of de esomeprazol. En dat zijn echt krachtige remmers, sterker dan die andere twee waar we het net over hebben gehad. En ze werken ook een stuk langer, dus je kan het eenmaal daags geven en dan heb je gewoon een goede dekking voor een hele dag. Ook hier wat relatief weinig interacties, maar ook wel weer het zure milieu soms nodig voor goede resorptie van bepaalde geneesmiddelen. Het nadeel van deze middelen is dat ze wel wat meer bijwerking hebben. En dan moet je denken aan tekorten in vitamine B12 bijvoorbeeld, of magnesium. En er wordt ook gezegd dat het mogelijk meer infecties geeft, gastrointestinaal of zelfs pulmonaal, omdat het zuur een beschermende functie zou hebben en bacteriën tegengaat of virussen. En tenslotte kunnen deze middelen ook osteoporose veroorzaken. En nou, het zijn allemaal heftige bijwerkingen en over het algemeen bij kortdurend gebruik treedt dat niet op. Het treedt met name op als deze geneesmiddelen lange tijd worden gebruikt. Nou, en dan tenslotte hebben we nog de prostaglandine-analoga. De misoprostol is een hele bekende. Die wordt soms nog wel eens in een combinatietablet voorgeschreven met een NSAID. Maar die zit niet meer in de richtlijn. Dus ook als iemand nu dit krijgt, dan wordt geadviseerd om dat te stoppen. En om dat dan te vervangen voor een PPI. En wat doen die misoprostol? Nou, dat is een prostaglandine-analoga. Dus het werkt eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat een NSAID doet. Dus die zorgen juist ervoor dat die mucuslaag beter wordt geproduceerd en dat er een beetje bicarbonaat in de maag komt. En bicarbonaat is natuurlijk een basische stof, dus dat heft het zuur op. Nou goed, dus hoe zit het dan? Allereerst ga je natuurlijk altijd na, heeft de patiënt al thuis is gebruikt? Die Rennies kan je thuis al kopen en de omeprazol tegenwoordig ook. Heeft de patiënt nog niks gebruikt, dan starten we dus met een antacidum. Werkt dat niet na twee weken, dan gaan we voor een H2-receptorantagonist, zoals ranitidine bijvoorbeeld. En werkt dat niet, dan kunnen we een PPI gaan geven in de standaarddosering. En voor omeprazol is dat 20 milligram. En de reden dat we dus via de stepped care doen, is om die onnodig chronisch gebruik van PPI's te voorkomen. Heeft de patiënt al zelf omeprazol langdurig gebruikt, of 2 weken, omdat ze dat zelf hebben gekocht bij de drogisterij, en het werkt niet, of we zijn bij stap 3 aangekomen en het werkt nog steeds niet, dan kom je natuurlijk onderin het schema uit,
waarbij we spreken over persisterende klachten. Of recidief klachten, dus als het niet de eerste episode was. En dan moeten we gaan verder kijken. En over het algemeen, nou, de kans is dan groot dat er iets van een ulcus zit. En zoals we net al hebben besproken, weten we dat de ulcus over het algemeen wordt veroorzaakt door een NSAID. Of door een Helicobacter pylori. Nou, van die NSAID hadden we al uitgevraagd of de patiënt dat gebruikt. Nou, daar hadden we nee op geantwoord. Dus is de kans nu groot dat er mogelijk een Helicobacter pylori speelt. Dus die gaan we testen. Dat doen we via een Fates test of via een ademtest. En de Fates test, dus in de ontlasting, wordt over het algemeen aangeraden, zeker bij volwassenen. Omdat het eigenlijk wat simpeler is en het is een stukje goedkoper. Wel goed om hierbij te vermelden is dat de patiënt op 2 weken lang geen PPI mag hebben gebruikt. Omdat de PPI invloed heeft op de betrouwbaarheid van deze test. Dus de patiënt moet eerst echt 2 weken gestopt zijn met de PPI. Nou, stel hij is positief, dan kunnen we natuurlijk iets gaan doen aan die Helicobacter pylori. Nou, als we kijken naar de richtlijnen van de SWAP, dan moeten we daar 3 middelen voor gaan geven. De trippeltherapie. En de trippeltherapie bestaat uit 2 antibiotica. Namelijk de amoxicilline, wat een penicilline is. Hè? Een antibioticum dat op de celwand werkt. En daarmee de cel, of de bacterie dood maakt, dus bactericide werkt. In combinatie met clarithromycine, wat een macrolide is. En macrolide die remmen de eiwitsynthese, waardoor de bacterie niet meer kan doorgroeien. En uiteindelijk dan ook doodgaat, maar dan is het dus een bacteriostatisch middel. Deze 2 middelen moeten altijd gecombineerd worden met een protonpomprem, dus de PPI. En wat het verschil is met de PPI van de trippeltherapie en de PPI die we al hebben besproken, is dat in dit geval de PPI in 2 keer de standaarddosering gegeven moet worden in die 7 dagen. Oftewel, de omeprazol gaven we eerst 20 milligram, maar die gaan we nu dus in 40 milligram geven. Nou kan het natuurlijk voorkomen dat de patiënt een allergie heeft voor een van die antibiotica. Nou, voor clarithromycine komt dat niet zo vaak voor, maar voor de amoxicilline zie je dat vaker, hè, dat mensen een penicillineallergie hebben. Of dat er een vermoeden is op een penicillineallergie. Nou, is er een allergie voor een van deze 2 middelen, dan kan je die vervangen voor metronidazol. Metronidazol is ook een antibioticum. Het valt wel in een aparte categorie, omdat het ook tegen protozoa werkt. En metronidazol moeten we altijd wel mee oppassen dat de patiënt dan ook echt stopt met alcohol drinken. Want alcohol en metronidazol gaat niet goed samen. Dan krijg je een disulfiram-achtige reactie. Een disulfiram is een pilletje dat we normaal gesproken geven aan patiënten met alcoholproblemen. En als je dan tegelijkertijd alcohol en disulfiram of tegelijkertijd alcohol met metronidazol inneemt, dan krijg je ontzettende katerklachten. Dus mensen worden misselijk, braken, krijgen een warm gezicht en die worden helemaal niet lekker. En dat komt omdat de omzetting van alcohol, dat daar een stapje in wordt geremd. Waardoor je die schadelijke stoffen overhoudt die vervelende klachten geven. Nou, dat geef je 7 dagen, die trippeltherapie. Dat is echt je eradicatie van je Helicobacter pylori. Maar je kan je voorstellen dat zo'n ulcus niet na 7 dagen weg is. Ook als wij een wond op onze been hebben of wat dan ook. Ja, dat is ook niet binnen 7 dagen weg. En zeker niet als er ook nog de hele dag door zuur op komt. Dus wat we moeten doen is dat we ook nog een nabehandeling moeten geven met een PPI alleen. En in dit geval is de PPI dan weer in de normale dagdosering. Dus hier gaven we het in een dubbele dagdosering, die 7 dagen, en daarna doen we het gewoon in normale dagdosering. Dus dat zou neerkomen op omeprazol 40 voor de eerste 7 dagen en dan omeprazol 20 milligram voor de 4 weken die daarop volgen. Nou, daarna ben je natuurlijk benieuwd, hè, hoe zit het nou met die Helicobacter pylori? Is die ook echt weg? Dan moeten we een controle gaan doen. Want je wil weten dat die weg is, want die Helicobacter pylori, dat is gewoon een vervelende bacterie. Die verhoogt het risico op een maagcarcinoom. Dus je wilt zeker weten dat die weg is. En dat kan je pas weer 2 weken nadat je gestopt bent met die PPI, wat ik net al had verteld, kan je weer opnieuw die test gaan doen. En dat doe je met een ademtest weer, of de Fates-test, waarbij de Fates-test dus de voorkeur heeft. Nou, is die negatief? Nou, dan zijn we natuurlijk blij. En dan wil je natuurlijk ervoor zorgen dat die
KPI's in ieder geval afgebouwd worden. Als het goed is, is dat ook gelukt, hè, want je hebt 2 weken geen PPI gebruikt. Maar heb je toch nog klachten, dan kan je eventueel weer de PPI gaan starten, maar dan wil je het wel snel mogelijk gaan afbouwen. Houdt de patiënt dan toch klachten? Nou, dan moeten we misschien een keertje een gastroscopie gaan doen. Want dan moet je weten of er niet toch iets anders speelt, waaronder een maligniteit mogelijk. Nou, zijn er patiënten bij wie we al eerder mogelijk een gastroscopie hebben gedaan, omdat ze bijvoorbeeld een alarmsymptoom hebben gehad. En als er tijdens een gastroscopie een ulcus wordt aangetroffen, en hij was bijvoorbeeld Helicobacter pylori positief, dan ga je gewoon dezelfde behandeling helemaal doen. Dus ook de eradicatie met de trippeltherapie en die nabehandeling met PPI. Alleen die controle mag dan niet met de animal features test. Maar als je de richtlijn strikt volgt, moet je dan ook met een scopie weer kijken of de ulcus weg is. Dus toon je met een scopie een ulcus aan, dan moet je ook met een scopie aantonen dat die weer weg is. Omdat je bij de eerste keer mogelijk een maligniteit hebt gemist die mogelijk onder dat ulcus zit. Dat is hoe de richtlijn het nu adviseert. Goed, dus over de maagklachten. Kort samengevat. Bij de eerste episode van maagklachten wil ik eerst weten of er een NSAID wordt gebruikt, ja of nee. Want daar kunnen we direct wat aan doen. Zo niet, en het is echt de eerste episode, dan geven we zuurremmende therapie. Waarbij we gebruik maken van step-up model, waarbij we eerst beginnen met antacidum, dan een H2 receptor antagonist en dan de PPI. En blijven er dan klachten, dan pas gaan we een Helicobacter pylori test doen en kunnen we die gaan eradiceren middels de trippeltherapie. Maar goed, je wilt natuurlijk het liefst voorkomen dat die patiënt een ulcus gaat krijgen. En zeker bij die patiënten die een NSAID gebruiken. We hadden al gezegd dat zo'n ulcus kan veroorzaakt worden door een Helicobacter pylori of een NSAID. Nou, die Helicobacter pylori kunnen we helaas niet voorkomen. Maar die NSAID's, daar kunnen we wel wat preventiefs bij geven. Hier zie je nog even hoe dat nou zit, wat ik al had uitgelegd. Hè. Dus NSAID's remmen de COX-enzymen. En COX zorgt normaal gesproken voor de omzetting van arachidonzuur naar prostaglandines, prostacyclines en thromboxane. En die prostaglandines die door COX-1 worden gevormd, die hebben een maagbeschermend effect. En nou zit er verschil tussen de NSAID's in hoeverre zij COX-1 of COX-2 remmen. Nou heb je selectieve COX-2 remmers, die worden niet behandeld in dit college, maar je moet denken aan de celecoxib bijvoorbeeld. Daarvan werd gedacht dat die geen maagklachten zouden kunnen veroorzaken. Helaas is dat wel zo. We zien dat die alsnog ook maagklachten kunnen veroorzaken. Dus dit plaatje klopt niet volledig. En van de niet-selectieve COX-remmers, dus de naproxen, de ibuprofen en de diclofenac, weten we dat de naproxen net even wat meer COX-1 remt dan diclofenac bijvoorbeeld. Maar in de praktijk zien we toch weinig verschillen. Maar bij dit soort middelen weten we dus dat ze ulcie kunnen veroorzaken. Dus bij sommige mensen die ook een hoger risico hebben op een maagulcus, moeten we gaan beschermen. En die maagbescherming bestaat uit een PPI. Dus dan willen we wel gewoon een krachtig middel geven. En als een patiënt een NSAID krijgt en hij of zij is ouder dan 70 jaar, dan moet je er een PPI bij geven. Ter bescherming voor een ulcus. Heeft de patiënt een NSAID en in de voorgeschiedenis al een keer een ulcus gehad of iets dergelijks, ook dan gaan we een PPI geven. Gaat de patiënt een NSAID krijgen en heeft 2 van deze factoren, dus de patiënt is bijvoorbeeld 65 jaar en heeft invaliderende artritis of hartfalen of diabetes, geef een PPI. Of de patiënt is 65 jaar en krijgt een hoge dosering NSAID, nou, ook dan moet je dus een PPI geven. En er zijn nog andere medicijnen die invloed hebben op maagcomplicaties. En daar kom ik zo meteen op terug, welke dat dan zijn. Nou, bij de salicylaten, die acetylsalicylus, die kunnen ook maagklachten geven, maar die zijn iets minder sterk daarin. Dus daar zijn we ook iets minder streng in wanneer je dan een PPI moet geven. En eigenlijk is dat precies hetzelfde als in de vorige slide, maar dan verandert alles met 10 jaar. Dus bij 80 jaar
hoger en acetylsalicylzuur gebruik is een PPI. En bij 70 jaar en ouder met gebruik van co-medicatie of een hoog of een met medicijnen die maagcomplicaties geven. En welke medicijnen zijn dat? Nou, dat zijn de cumarine derivaten, dus de vitamine K antagonisten, de antistollingsmiddelen. De P2I12 remmers, oftewel de clopidogrel, dat is dus die plaatjes aggregatieremmers. Acetylsalicylzuur als je een NSAID geeft. De SSRI's, dat zijn antidepressiva, dus de serotonine reuptake inhibitors. En serotonine speelt een rol in de plaatjesaggregatie. Dus als je een ulcus krijgt en dat gaat bloeden, dan gaat het nog langer doorbloeden door zo'n SSRI. En corticosteroïden. En hoe komt dat nou? We zeiden, uit arachidonzuur zorgt COX dat die prostaglandines worden gemaakt en prostacyclines en die thromboxanen. En dat arachidonzuur wordt gemaakt vanuit fosfolipiden. En de omzetting van fosfolipiden naar arachidonzuur wordt geremd door steroïden. Of heeft steroïden hebben daar invloed op. Dus als je steroïden geeft, dan krijg je uiteindelijk ook minder prostaglandines. Dus ook die maagmucosa wordt ook minder sterk als je steroïden geeft. Goed, dat was het over de maagklachten. Dan komen we nu meer bij de darmklachten uit. Waarin we het gaan hebben over de diarree, obstipatie en de misselijkheid in braken. Antidiarroïca. Wat is diarree? Nou, diarree is in ieder geval dat je veel ontlasting hebt, water, dunne en frequent op een dag. En vaak is dat van infectieuze of toxische aard. Dus je hebt of een infectie of er is iets van een geneesmiddel gebruikt of iets dergelijks wat de diarree veroorzaakt. En zelden of veel minder vaak komt het door een verandering van voeding of bijvoorbeeld de overmatig fysieke activiteit. En de behandeling van acute diarree is in principe symptoombestrijding. Dus we doen niks aan de oorzaak, maar zorgen er gewoon voor dat het minder wordt. En hoe doen we dat? Nou, we kunnen één voor zorgen dat die motiliteit, dus die beweging van de darmen, wat wordt geremd, waardoor je minder vaak ontlast. En je hoopt dat de ontlasting wat vaster kan worden. En daarnaast, we weten bij diarree dat je toch behoorlijk veel vocht kan verliezen. En met dat vocht gaan ook veel mineralen mee. Dus die moet je ook altijd controleren en die moeten we soms ook gaan aanvullen. En dat is met name bij jonge kinderen of bij zwangeren of bij ouderen die daar gevoelig voor zijn. Nou, wat kunnen we er tegen doen? We kunnen actief Focol geven, ook wel de Norrit genoemd. Loperamide kunnen we geven en als aanvulling op het vocht en op de elektrolyten kunnen we ORS geven. Nou, dat actief Focol, je ziet het hier rechts, dat is een wat grotere verpakking. Normaal gesproken zijn het kleine zwarte pilletjes. En die pilletjes die kunnen de stofjes in het water goed absorberen. Waardoor het meer een massa gaat worden. Dus daarmee dik je de ontlasting in. En dan kan je natuurlijk wel voorstellen dat als dat echt wordt ingedikt, dat je ook toch wel harde massa's kan gaan krijgen. En actief kool is gewoon een soort houtskool, hè? Dat noemen we dan een stercoliet. En dat kan natuurlijk ook wel wat irritatie geven en natuurlijk kan het ook gastro-intestinale bijwerkingen geven. En het actief kool, dat is met name deze afbeelding, dit is echt een hele grote hoeveelheid, dat wordt ook gegeven tijdens intoxicaties. Dus als patiënt van een bepaald geneesmiddel te veel heeft ingenomen, bewust of onbewust, dan kan ook actief kool gegeven worden, want dat geneesmiddel bindt dan ook aan het actief kool, waardoor het niet meer wordt geabsorbeerd in het lichaam. En dan zorg je ervoor dat de intoxicatie minder heftig gaat verlopen. Nou, een andere optie is loperamide. Loperamide werkt als een opiaat. Dus werkt ook op de opiatenreceptor in de darm. En is een middel dat echt met name perifeer werkt. Dus niet in het centraal zenuwstelsel. Dus het zou ook niet zoveel pijnverlagend effect hebben. Of dat je er suf van wordt. En dat zorgt ervoor dat die darmmotiliteit wordt verminderd, moet ik eerlijk zeggen. Waardoor je meer tijd van ontlasting in de darm hebt, waardoor je frequentie dus omlaag gaat. En doordat de frequentie omlaag gaat, heeft de dikke darm ook meer tijd om weer vocht op te nemen, waardoor de consistentie weer wat toeneemt.
Nou, bijwerkingen zijn obstipatie natuurlijk, windigheid, droge mond braken. Loperamide is wel een middel dat wordt omgezet door Cypriavir. Dus geneesmiddelen die daar invloed op hebben, bijvoorbeeld de sterke remmers als miconazol, dus is eigenlijk veel sterker remmer dan deze twee, die kunnen natuurlijk de plasmaconcentratie verhogen van loperamide. En dan kan je natuurlijk meer bijwerkingen gaan krijgen. En als het echt te hoog gedoseerd wordt en een patiënt krijgt ontzettend veel bijwerkingen, zou je al nog een beetje naloxon kunnen geven. Wat een competitieve antagonist is van die opiaat immuunreceptor. Nou, dan tot slot voor de diarree wil je natuurlijk die uitdroging wil je te voorkomen. Dus je moet genoeg vocht binnenkrijgen. En je gaat niet alleen water geven, maar er moeten ook wel wat de zouten en de elektrolyten in zitten. En dat zit in die ORS zoals hier beschreven. Nou, naast diarree kan de patiënt natuurlijk ook geobstipeerd zijn. En dan moeten we Laxantia geven. Obstipatie wil zeggen dat er een abnormale retentie of een behoud is van feces door ofwel vertraagde colonpassage, dus dat het te lang in de dikke darm blijft zitten. En als het te lang in de dikke darm blijft zitten, dan wordt er meer vocht opgenomen, wordt het alleen maar harder en wordt het alleen maar moeilijker om te ontlasten. Of doordat de defecatie zelf is gestoord, wat je ook als bij kinderen bijvoorbeeld ziet. Er kunnen verschillende onderliggende pathologieën zitten. Motiliteitsstoornissen, er kunnen metabole of endocrine ziektes onder zitten. Bijvoorbeeld een hypercalcemie kan een obstipatie geven. De patiënt kan een neurologische degeneratieve aandoening hebben, waardoor de aansturing om te ontlasten niet meer goed is. Of dat de drang tot ontlasten niet meer gevoeld wordt. Of wat we natuurlijk ook wel zien, zeker bij wat oudere mensen, is bijvoorbeeld dat er een maligniteit zit, dat er een tumor zit in die endodarm of in het colon wat obstipatie veroorzaakt. En als iemand geobstipeerd is, wil je natuurlijk een aantal dingen weten. Hè? Dus hoeveel gaat de patiënt nou eigenlijk naar de wc en is dat nou echt minder? En heeft de patiënt daarbij klachten? Dus buikpijn, misselijkheid, is er misschien zelfs sprake van incontinentie? Noem maar op. Want dat wil je weten, want obstipatie kan veel gevolgen hebben. En kijk, als je nou een keertje wat geobstipeerd bent voor een paar dagen, dat is allemaal niet zo gevaarlijk, gelukkig. Maar als je chronische obstipatie hebt, dus wekenlang, dan kan dat toch tot vervelende klachten leiden. Bijvoorbeeld de hemorroïde, dus de aanbijen. Of anale fissuren, dus dat er kleine scheurtjes komen rond de anus. Wat overigens weer ontzettend pijnlijk is, waardoor mensen minder snel geneigd zijn om te gaan ontlasten. Wat weer de obstipatie kan verergeren. Kan leiden tot incontinentie. En wat er goed is om te kennen is fecale impactie. Dus door lang geobstipeerd te zijn, kan het voorkomen dat de ontlasting zo hard wordt onderin richting de endodarm. Dat het echt gaat samenklonteren en dat het ook gewoon eigenlijk niet meer natuurlijk eruit kan komen. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. Dan raak je echt verstopt. Dan komen we zo meteen terug hoe je dat kan gaan behandelen. Nou, wat de objectieve maatstaven zijn voor obstipatie, dat je minder dan 3 keer per week gaat, of dat de defecatie in 10 minuten duurt, of dat je bij zoveel procent echt moet gaan persen. En het is natuurlijk wel goed om iets van obstipatie te weten, want het komt ontzettend veel voor. Dus 10% van de gezonde bevolking heeft als last van obstipatie. Maar we zien het met name bij patiënten in de palliatieve fase die behandeld worden voor kanker. Doordat zij toch veel pijn hebben, worden er vaak opiaten gegeven. En bij patiënten met hartfalen en CPD wordt het veel gezien. Dat zijn toch vaak mensen die minder mobiel zijn, die vaak bedlegerig zijn of in ieder geval weinig nog bewegen. En dan heb je ook een grote kans op obstipatie. En het komt veel voor bij ouderen en ook bij kinderen. Dat staat hier niet bij, maar had ik net al wel benoemd. Ook bij kinderen zien we obstipatie geregeld voorkomen. Nou, wat kunnen we eraan gaan geven? In principe begin je altijd met de niet-medicamenteuze adviezen. Daar kom ik zo op terug. Werkt dat niet, dan gaan we eerst ervoor zorgen dat de patiënt meer vezels gaat krijgen. Of wel zumelen. Dat zijn onverteerbare polysaccharide en die zorgen ervoor dat het volume wordt vergroot. Werkt dat niet, dan kunnen we osmotisch laxantia geven. Die zorgen door osmose dat er meer water in de ontlasting terechtkomt, waardoor het wat beter wordt opgelost.
En dan kan je ook beter ontlasten. En werkt dat niet, dan pas gaan we de contactlaxantia geven, bijvoorbeeld de bisacodyl. En die zorgen echt voor chemische prikkelingen, waardoor de motiliteit wordt verbeterd. Ja, die psyllium-vezels, eigenlijk zei ik het al, dat zijn die moeilijk verteerbare polysacchariden. Die zorgen ervoor, eigenlijk een beetje hetzelfde als die osmotische laxantia, dat er meer water wordt opgenomen, want vezels trekken water aan. En dat daarmee uiteindelijk de peristaltiek wordt verbeterd. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat als iemand die vezels inneemt, die psyllium-vezels, dat iemand wel voldoende water inneemt. Anders gaat het niet goed werken. Nou, die osmotische laxantia, dus de macrogol bijvoorbeeld, of de magnesiumhydroxide of de lactulose, nou, die werken een beetje hetzelfde, of eigenlijk precies hetzelfde, alleen dat zijn dan anorganische stoffen. Dus die trekken ook meer water aan, waardoor uiteindelijk ook meer peristaltiek zal optreden. Over de lactulose zijn we over het algemeen iets minder enthousiast voor deze indicatie, omdat het ook wat meer leidt tot winderigheid. En de bisacodyl, dus die stimulantia, wat ik al net al zei, die zorgt voor die chemische prikkeling, waardoor je meer peristaltiek krijgt. Die verhogen ook iets het watergehalte door invloed te hebben op die water- en die zoutresorptie in de darmen. En tot slot kan je ook nog de natriumlaurylsulfoacetaat geven, of de natriumdocusaat. En dat zijn echt klisma's, rectale klisma's. Dus die moet je rectaal inbrengen. En dat komt dan in het rectum terecht. En die zorgen ervoor dat je een soort herverdeling krijgt van het water in de vezels. En ze trekken ook iets wat water aan. Waardoor de vezels een stuk zachter wordt. En dat je het dan weer wat makkelijker kan gaan ontlasten. Nou, ook hier geldt natuurlijk weer, hè, liever voorkomen dan genezen. Dus in principe bij iedereen aan wie we opiaten geven. En dan bedoel ik met name de sterk werkende opiaten. Moeten we gewoon een laxans geven. En dan geven we over het algemeen de macrogol als eerste keus. Bij mensen die geen opiaten krijgen, dan is het, als ze twee van de volgende risicofactoren hebben, is het verstandig om na te denken om een laxantia voor te schrijven. Dus mensen die bedlegerig zijn, zie je alleen maar, want we weten dat beweging, dat zorgt ook voor beweging in de darmen. Mensen die te weinig vochtinteken hebben, of patiënten die medicatie gebruiken die juist obstiperend werken. Dat zijn met name de anticholinerge middelen. Dan moet je denken aan psychofarmaca bijvoorbeeld. Patiënten die een neurologische ziekte hebben, ziekte van Parkinson, die gebruiken ook vaak wel anticholinerge middelen. Of als er iets van een partiële obstructie zit van de darm. Patiënten met een zwak werkend opiaat, bijvoorbeeld tramadol, die hoeven we niet per se een opiaat te geven, tenzij ook wel een van deze risicofactoren eraan vastzitten aan de patiënt, dan is het ook verstandig om daarbij een laxans te geven in de vorm van macrogol. Nou, in principe moet je bij deze patiënt natuurlijk behandelen naar wat de oorzaak is. Dus als er echt iets van obstructie zit, dan moet natuurlijk de chirurg iets mee gaan doen. Als er een elektrolytstoornis is, bijvoorbeeld hypercalcemie, wil je daar natuurlijk wat aan gaan doen. Is er iets neurologisch aan de hand, ga je daarna kijken. En is er een anorectale problematiek, bijvoorbeeld die hemorroïden of die anale fissuren, dan kan je daar natuurlijk nog wat aan gaan doen om ervoor te zorgen dat de patiënt minder pijn heeft bij het ontlasten en dat het allemaal weer wat makkelijker gaat. Werkt het niet, dan kunnen we als eerste niet-medicateurs advies geven. Dat zijn echt goede toiletfaciliteiten aanbieden, dus dat de patiënt een goede houding heeft en zijn tijd ervoor kan nemen en de privacy ervoor heeft. Dat zie je bij kinderen natuurlijk ook nog wel eens misgaan. Dat er in ieder geval goede voeding is, veel vezels en genoeg vocht. En voldoende lichaamsbeweging. Want lichaamsbeweging zorgt ook voor dat die darmen wat meer in beweging komen. En als dat niet zo werkt, dan moeten we in eerste instantie weten of er echt fecale impactie is, ja of nee. Dus die harde ontlasting die niet meer goed oplost. Want als dat het geval is, dan moeten we eerst een rectale klisma gaan geven. Want als je dat soort patiënten oraal gaat behandelen, nou, dat komt niet goed aan bij de fecale impactie. Dat lost dat gewoon niet op. Dus daar moet je echt een klisma in eerste instantie voor geven. Heeft de patiënt dat niet, of heb je dat klisma gegeven, dan beginnen we in principe eerst met psylliumvezels om dat aan te vullen. En werkt dat niet, dan starten we in principe met de macrogol-elektrolyten. Nou, dat staat hier ook uitgelegd.
En werkt dat dan niet, die macrogol, dan kiezen we voor de magnesiumhydroxide bijvoorbeeld. En als dat niet werkt, de bisocodiol. Dus die contactlaxantia. Nou, dit zijn middelen die je over het algemeen wel kan geven. Je moet toch bij bepaalde patiënten rekening houden dat het soms niet kan. Bijvoorbeeld bij patiënten met echt acute buiksyndromen, peritoneale prikkelingen, zoals een appendicitis. Dat zijn patiënten die ontzettend veel pijn hebben. Als je daar die darmen juist gaat stimuleren, dat geeft ontzettend veel pijn. Dat is alleen maar vervelend voor de patiënt. En waar je bij echt moet oppassen zijn patiënten bij wie er bijvoorbeeld een perforatie is. Een perforatie naar de buikholte. Je wilt natuurlijk dat er zo min mogelijk ontlasting in die buikholte komt. Dus als je een laxans gaat geven, dan breng je dat alleen maar op gang. En dan kan er alleen maar meer ontlasting in de buik komen, wat voor ernstig zieke patiënten kan leiden. Daarnaast moet je met name met de laxeerzout natuurlijk voorzichtig zijn bij patiënten die elektrolytstoornissen hebben. Want door te veel laxeren kan je natuurlijk elektrolytstoornissen krijgen. Je kan er ook te veel vocht door voor gaan verliezen, waardoor je nieren wat minder kunnen gaan functioneren. Dus daar moet je bij oppassen. En nou, vaak zijn dit patiënten die wat ouder zijn, dus daar moet je gewoon voor oppassen. En zoals ik net al zei, het orale laxans kan pas gegeven bij fecale impactie als er eerst rectaal gelaxeerd is door middel van een klisma. Deze middelen hebben ook wel wat interacties. Nou, die magnesiumhydroxide bijvoorbeeld heeft dezelfde interactie zoals we dat bespraken bij de rennies. Daar zat ook magnesium in. Want die kunnen natuurlijk weer die complexe vormen met bepaalde antibiotica, zoals de tetracycline, soort fluoroquinolone. Dus daar moet wat tijd tussen zitten, tussen die innames. En we moeten oppassen met deze laxantia, dus die vocht kan gaan verliezen en zouten. En er zijn middelen die daar gewoon ook afhankelijk van zijn en waarbij je daar moet oppassen. Dat zijn de digoxine bijvoorbeeld en de lithium en de diuretica. Nou, tot slot, de komende 4-5 slides gaat hebben over misselijkheidsklachten, de anti-emetica of de prokinetica. Dat zijn de dopamine-antagonisten die we bespreken. Er zijn nogal wat meer middelen hoor, maar dit zijn de twee belangrijke die we voor jullie gaan bespreken. Dit zijn middelen die ervoor zorgen dat die peristaltiek wat meer op gang komt. En hier komt ook die pilaris bij kijken. Bijvoorbeeld bij mensen met migraine weten dat die pilaris spastisch kan worden. Waardoor de maagontlediging verminderd is, waardoor medicatie minder goed wordt opgenomen of dat je nog echt misselijker van wordt. En deze dopamine-antagonisten zorgen ervoor dat die pilaris weer beter gaat functioneren. De maag beter gaat functioneren en die maag-darmkanaal. Dan kennen we twee voorbeelden. De domperidon, dat is een dopamine-antagonist, en de metoclopramide ook. En de domperidon werkt echt perifeer en de metoclopramide perifeer en centraal. En dat heeft ook gevolgen op wanneer je de ene wel of niet mag geven. Je moet ze allebei niet geven bij echt darmobstructies of bloeding of perforaties. Een beetje om dezelfde reden als wat ik net heb benoemd bij die laxantia. En de metoclopramide, omdat dat centraal werkt, het is een dopamine-antagonist, dus het gaat de werking van dopamine tegen. Dat wil je natuurlijk niet geven bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben al een tekort aan de dopamine. Dus als je de dopamine die ze dan nog een beetje hebben, ook nog eens gaat antagoneren, dan krijgen ze alleen maar meer klachten. En metoclopramide mag je niet tijdens de borstvoeding geven, omdat dat de overgaat via de melk. Domperidon heeft als bekende bijwerking dat het de QT-tijd kan verlengen, dus van het hart. Dus je moet ook oppassen als deze patiënten een QT-tijdverlenging hebben van zichzelf. En domperidon mag niet tijdens de zwangerschap. Dus dat is weer precies andersom dan de metoclopramide. Dus metoclopramide geef je bij de zwangerschap en niet tijdens de borstvoeding. En domperidon geef je tijdens de borstvoeding en niet tijdens de zwangerschap. Nou, deze bijwerking hebben we eigenlijk net benoemd, hè. Dus domperidon, die QT-verlenging is het belangrijkste. En metoclopramide, die extra pyramidale bijwerking, die komt door die centrale dopamine, antidopaminerge werking. Domperidon heeft nog wel eens in het nieuws gestaan, hè? Acute hartdood bij patiënten. En dat is de reden dat het CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat die heeft besloten dat domperidon alleen nog maar voorgeschreven mag worden, of gebruikt mag worden. En dat je het niet meer in de drogisterij kan kopen, omdat er gewoon patiënten zijn die hartritmestoornissen ervan hebben gekregen of zelfs dus aan zijn overlijden.
Dit was het voor dit college over de maag-darmmiddelen. Hierbij nog enkele sites en bronnen die wij hebben gebruikt voor dit college en die jullie ook kunnen gaan gebruiken. En dan hoop ik dat dit voldoende informatief voor jullie was. En bij vragen kun je natuurlijk altijd een mailtje sturen. En bedankt voor de aandacht en tot een volgend college. Dag!